Shema bo wabro ruho kadisho havaloho shariro. Amin. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één ware God. Amin. Ik ben Abuna Johannes Bar Saliba, de priester van Moeder Gods Heilige Mariakerk hier in Hengelo, Nederland. Vandaag hebben wij een Bijbelstudie, een soort van uitleg met de themaweken, de grote vasten. En deze uitleg gaat over de grote vasten van Pasen. Grote vasten, zeggen wij. Wij noemen het groot vanwege dat het een grote feest. Maar de opstanding van onze Heer Jezus Christus, natuurlijk is dat een hele grote feest. Het is de opstanding, de redding. Maar wij noemen het ook groot vanwege de lengte van deze vasten. Wij zeggen 50 dagen. Het is een lang, onze langste vasten. Wij noemen het ook heilig vasten. Heilig, omdat onze Heer Jezus Christus zelf heeft deze vasten gevast. En daarom vasten wij ook, natuurlijk. En wij zeggen ook heilig om ons, deze vasten, om ons te heiligen, te heilig maken, puur te maken. Als wij kijken een beetje de grote vasten in cijfers, hebben wij gehoord soms 7 weken, 40 dagen, 50 dagen, 49 dagen of 48 dagen. Zullen we een beetje voor jullie uitleggen wat gaat dit over? Wij zeggen 7 weken, omdat van begin tot einde is het totaal 7 weken dat wij vasten. Van het begin tot einde onze feest, de opstanding. Wij zeggen 40 dagen, omdat dit is de oorsprong van de heilige vasten. Dit is wat onze Heer Jezus Christus heeft gevasten. 40 dagen. En als wij tellen, dan is het ook 40 dagen. Vanaf maandag, de eerste dag dat wij beginnen vasten, tot de 40ste vrijdag, de laatste dag, is 40 dagen dat wij formeel vasten. Maar wij doen een extra week en een extra paar dagen. Na deze 40 dagen komt 2 dagen en komt ook Hasho tot de feest van opstanding. Wij zeggen 50 dagen, omdat als wij tellen, is er bijna 50 dagen, samen met Hasho, Lijdensweek. Maar 7 weken maal 7 dagen zijn 49 dagen natuurlijk, en niet 50. En als wij echt kijken, is het maar 48 dagen en niet 49, omdat de eerste dag van het vasten is op een zondag en onze kerkregel zegt dat vasten mogen niet beginnen op een zondag. Daarom beginnen wij op die maandag. Daarom is het ook totaal wat wij vasten, 48 dagen. Wat is vasten? De basis van vasten, als wij kijken, is onthouding van voedsel. Wij kunnen zeggen onthouding van een bepaald soort en hoeveelheid van voedsel. Maar definitie kunnen wij ook zeggen met opzet niets of weinig eten gedurende een bepaalde periode. Dit is vasten. Wij eten niet deze of eten weiniger voor een bepaalde periode. Waarom zullen wij vasten? Waarom vasten? Onze Heer Jezus Christus, Hij heeft gevast. Het staat in een van de psalmen van David: alle paden van de Heere zijn goeder tierenheid en trouw. Psalm 25, 10. Dus Hij is onze Heer. Wij doen wat Hij gedaan heeft en wat Hij ons geleerd heeft. Als alle paden van de Heere zijn goeder tierenheid en trouw, wat Hij doet, wat Hij heeft gedaan, doen wij ook. Hij heeft gevasten, wij zullen ook vasten.
Waarom vasten wij van voedsel? Wij zeggen dat door eten of door voedsel kwam de overtreding van Gods geboden en dus ook zonde. Onze ouders, onze vader Adam, onze moeder Eva, de ouders van menselijkheid, hebben niet de vastengebod van onze Heer, van God, gehoord of gevast. Hun hebben van de boom vrucht gegeten. Maar wij vasten en wij houden deze vasten, deze geboden, zodat wij ook gerechtvaardigd zullen worden. Omdat deze gebod kwam aan de menselijkheid, moeten wij ook vasten, zodat wij deze gebod luisterden. Waarom vasten wij van voedsel? Nog een keer, wegens niet vasten, onze ouders Adam en Eva, zijn wij buiten het paradijs gekomen. Met vasten zullen wij ook terug naar het paradijs komen. Wij. In welke manier? Omdat wij weten wat voor soort kracht en spirituele kracht vasten heeft in onze leven. En vasten van voedsel, het is in balans tussen geest en lichaam. Wij moeten ook onze lichaam zwakker maken en onze geest sterker maken. En daarom is vasten ook van voedsel. Is er andere manieren van vasten? Natuurlijk, maar voedsel of eten is de eerste stap en de eerste graad van vasten. Maar daarna moeten wij als complete mens vasten van alle zintuigen. En wij hebben 5 zintuigen, lichamelijke zintuigen, maar wij hebben ook 5 geestelijke zintuigen. Wij moeten compleet van alles dit vasten. Wij moeten ook van onze lasten vasten. Misschien heb ik niet zoveel problemen met eten of wat dan ook, maar elke dag schel ik heel veel. Moet ik van die last meer vasten? Wij moeten ook proberen om vasten van wat wij extra lekker vinden. Als er is cookies of zoetigheid of wat dan ook. Wat wij extra lekker vinden, moeten wij proberen om te vasten. Is er andere manieren van vasten ook? En vooral vandaag, in deze dagen, deze tijd. Wij leven nu in een moderne tijd. Wij kunnen in deze tijden insbesondere vasten van onze mobiel telefoon. Wij hebben, ja, altijd bijna in onze hand kijken, doen iets, soms iets nuttig, soms niks. Maar wij kunnen van onze mobiel vasten in deze tijden. Wij kunnen ook van tv vasten of tv kijken of films kijken. Wij kunnen van social media vasten. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, wat dan ook, kunnen wij van vasten. Misschien gebruiken wij te veel tijd met onze mobiel of op social media gebruiken, kijken. In plaats van dat, vasten van die en een beetje meer tijd voor onszelf hebben, maar ook voor God. Vraag je, wat mogen wij eten? Wij zeggen, basis van vasten is dat wij eten veganistisch voedsel. Dus niks van de dieren. Geen vlees, geen zuivel, geen eieren. Maar er is ook sinds een tijd geleden, bijna 70 jaar of zo, dat wij mogen ook vis eten of voedsel uit het zee. En daarom zeggen wij dat de fundament van vasten vandaag is veganistisch voedsel en ook uit het zee.
Wat mogen wij meer eten? Vooral de Bijbel. Wij mogen en zullen ook de Bijbel in de vastentijd eten. En natuurlijk ook andere geestelijke of spirituele lekkernijen en delicatessen, zoals gebeden, boeken en teksten. En die hebben wij meer dan genoeg van in onze taal Suryoyo, maar ook in Nederlands of andere talen die wij kunnen lezen en gebruiken. Dus eet minder eten, voedsel, eet meer van deze geestelijke spirituele lekkernijen en vooral de Bijbel. Maar gaat het alleen over voedsel en eten in de vastentijd? Nee, natuurlijk niet. Het gaat over alles. Maar wij moeten nog een keer herinneren dat vasten begint met de buik, met eten, met voedsel. Dat was ook de eerste gebod van vasten. Daarom is de eerste graad, de eerste stap, is vasten van voedsel, van eten. Nog een keer, gaat het alleen over voedsel? Nee, zoals we hebben gezegd, vasten gaat over onze gezondheid als mens, lichamelijk en spiritueel. Het is in balans. Maar niet alleen voedsel wat wij mogen eten of niet eten. Het gaat ook over wat wij kunnen met onze vasten samen vlechten. Bijvoorbeeld liefdadigheid, goede daden, gebed en ook de Bijbel lezen of de Bijbel eten. Of andere geestelijke spirituele lekkernijen eten. Het gaat ook over berouw van onze zonde. Daarom moeten wij samenvlechten alles dit met vasten. Maar vasten is een echt groot en sterk gereedschap in onze handen om deze doelen te bereiken. En vragen wij, wat is de bedoeling met Bijbel eten? Of eten, spiritueel eten? Onze Heer Jezus Christus, Hij zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. In de Evangelie van Matthäus 4:4. Dus, wij leven niet alleen van wat wij eten. Wij leven ook van de woord van God. En de woord van God is natuurlijk de Heilige Bijbel, maar niet alleen de Heilige Bijbel, ook wat wij als kerk hebben, spirituele eten voor de mens. Wij hebben ook doelen van de grote vasten. Wij willen onszelf zuiveren, puur maken. En straks komt het feest van opstanding, na de grote vasten, willen wij waardig zijn voor deze feest. En waardig zijn om de opstanding te vieren. Als wij kijken een beetje de orde van grote vasten, hoe is het georganiseerd, laten wij dan teruggaan in chronologische volgorde van hoofddoel, dus opstanding, terug tot begin van de vasten, waar wij nu zijn. Dus doen wij een reis terug door de vastentijd. De orde van de grote vasten, de hoofddoel is de feest van opstanding. Dat is onze redding. Dus als wij daarna willen komen, dat is de eindstation, maar wij beginnen onze reis terug met deze eindstation. Gaan wij één stap terug, dan is het de Hasho-week, de Lijdensweek. Hebben wij bijna een heel week dat wij samen met onze Heer Jezus Christus gaan lijden, die voor ons heeft geleden. Gaan wij samen lijden, zodat wij in zijn voetstappen kunnen gaan. In de Hasho, de Lijdensweek, hebben wij ook andere bijzondere stappen. Wij zeggen Hamshod Roze, dus de Shiochto, Witte Donderdag. Wij hebben ook de Arupto des Gifutho, de Goede Vrijdag, of Vrijdag van Kruisiging. Stappen die wij volgen
met onze Heer Jezus Christus. In de eind van grote vasten en begin van Hasho hebben wij een tekso, een bijzondere dag ook, Wa'de Dalmino zeggen wij, de belofte van het eindpunt. Dit is gedaan de zondagavond, een zondag voor de opstanding, de feest van de opstanding van Pasen, hebben wij een bijzondere tijd die wij gaan, een bijzondere gebed die wij zeggen, wij hebben nu na het eind gekomen, wij willen graag binnen het bruiloft, samen met de vijf wijze maagden. Onze Heer Jezus Christus, hij zegt in de gelijkenis, in de gelijkenis van de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden. Vijf waren wijs, hun hadden hun lampen bereid, extra olie, kwamen binnen het bruiloft. En deze bijzondere gebed is ook, wij zeggen, wij hebben nu tot het einde gekomen, wij willen graag binnen het bruiloft. Gaan wij nog een stap terug naar de 40ste dag van vasten. En dit is in vrijdag, altijd. Dus de 40ste vrijdag of de 40ste dag, de vrijdag van de vasten. Daar vieren wij 40 dagen van vasten samen met onze Heer Jezus Christus. Hij heeft 40 dagen gevasten en wij hebben ook 40 dagen gevasten. Daar bidden wij en loof en eer aan God. Wij hebben ook samen met Hem gevasten. Nog een stap terug. Elke zondag in vasten heeft een bepaald thema, zoals wij hebben gezegd en zullen ook uitleggen. Maar halverwege de vastentijd, in het midden, na 3,5 weken, hebben wij altijd op die woensdag, in het midden precies, 3,5 weken, van begin tot eind, is de halverwege van de vastentijd. Ook een bijzondere liturgie, een bijzondere gebed, waar wij zeggen, hé, wij hebben nu halverweg gekomen. En wij zeggen ook, wij geven onszelf een beetje moraal, wij zeggen, kijk, vasten geeft ons spirituele, hoe zeg je dat, wings, zodat wij kunnen ook vliegen. Wij zijn gelichter worden. En wij doen ook het Heilige Kruis op deze bijzondere woensdag. Zoals Mozes, de grote profeet, heeft de slang van koper in de midden gedaan. Zo doen wij ook het Heilige Kruis in de midden. Omdat de kruis is onze symbool van redding. En in de midden van vasten kijken wij ook op het kruis. Maar vasten moet niet alleen einden of in midden. Vasten moet ook beginnen. Het begint de eerste maandag. We hebben gezegd niet op een zondag. Maar deze eerste maandag is niet oké, we beginnen vasten, we eten niks. Er is iets echt groot en mooi gebeurd op deze bijzondere maandag. Wij noemen het Teksel Shubkon, de dienst van vergevenis. En dus beginnen wij niet alleen met vasten van voedsel of vasten met onze lichaam. Wij beginnen grote vasten met vergevenis en liefde. En dit is de begin van vasten. En dit is ook wat vasten echt gaat over. Omdat wij samen met vasten natuurlijk willen vergevenis van God, van onze zonden. Maar wij moeten ook elkaar vergeven.
En vasten gaat over liefde. Liefde naar God. Wij willen liefde, onze liefde aan God geven. Wij willen onze vasten aan Hem, aan God, als een cadeau geven met liefde. Maar wij zeggen ook, kijk hoeveel God van ons liefde. Hij heeft barmhartigheid over ons. Hij heeft liefde met ons. Daarom moeten wij ook liefde met elkaar hebben. Dus vergevenis en liefde. Deze twee beginnen wij vasten. En moet ook samen met onze vasten, deze heilige en grote vasten, samen gaan. Als wij in het eind nog een keer kijken op de orde van de heilige grote vasten. Het eerste zondag, het bruiloft van Cana, onze Heer Jezus Christus verandert water tot wijn. Dit is de eerste dag van vasten, maar vasten mogen niet op een zondag beginnen. Dus de eerste vastendag is maandag, Teksot Shepkono, de orde van vergevenis en liefde. Daarna, elke zondag heeft een bijzondere thema. Elke zondag, het gaat verder. Elke dag is natuurlijk vasten. Elke zondag een bijzondere thema. Maar halverwege de vastentijd, in het midden van de vasten, hebben wij ook het Heilige Kruis. Wij hebben halverwege gekomen. Na 40 dagen, eind van het grote vasten. De 40ste vrijdag van vasten. En daarna komt ook een andere manier van eind grote vasten. In begin Hasho, wij noemen het Wa'ad al-Mino, de belofte van het eindpunt. Dan hebben wij de week van Hasho, Leidensweek. En elke dag is ook bijzonder, maar insbesondere Hamshul Roze, Shiochto, wij noemen het in het Nederlands Witte Donderdag. En de vrijdag, Rupto des Gifutho, de Goede Vrijdag van Kruisiging. En daarna ook de zaterdag, Shabbat Nohro. En dan is het Pasen. Dan is het de opstanding van onze Heer, Jezus Christus. Wij wensen jullie allen een gezegende vasten. Mogen God jullie vasten en jullie gebeden en jullie goede daden accepteren. Mogen God zegen over jullie zijn.